Een hele goede middag. Mijn naam is Armin Streekstra. Ik ben van Diva Makelaars. Ik neem jullie mee tijdens de Facebook Live uitzending van de Mozartlaan 505. Het is een heel ruim 5-kamer-appartement. Die kom je niet zo heel vaak tegen in deze omgeving. Dus 4 slaapkamers en een geheel gerenoveerd appartement. Ik neem jullie mee. Ik ben al naar boven. Als ik beneden ga starten, we zitten op de 4e etage, dan duurt het eventjes voordat ik boven ben. Het appartementgebouw is voorzien van een lift. Zodra dat je de lift uitkomt, dan komen we in het appartement. Het is een ruim appartement. We hebben aan de voorzijde een slaapkamer. We hebben veel bergkasten. Aan de achterzijde een slaapkamer. Separaat toilet. Woonkamer. Lekker veel lichtinval. We hebben de deur naar de badkamer. Een deur naar de volgende slaapkamer. Keuken. En als we straks voorbij de keuken gaan, aan de linkerkant, links achterin, hebben we de hoofdslaapkamer. De woning is in 2018 geheel gerenoveerd. We hebben nieuwe vloeren, allemaal nieuwe deuren. En dan heb ik het niet over deze deur toevallig, maar wel over al deze deuren die zijn vervangen. Elektra is vernieuwd. Appartement heeft voldoende groepen. 3 aardlekschakelaars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volgens mij 12 groepen slimme meters. Nou, laten we gelijk beginnen hier aan de voorzijde. Goede kinderkamer. Zelfs een twijfelaar in. Voldoende ruimte voor een bureau. En heel veel kleding. Dus dat kan je absoluut hier kwijt. Nou, de buren zijn aan het verbouwen. Dus mochten jullie wat achtergrondgeluiden horen, dat is niet dagelijks het geval. Veel bergruimte, zoals ik al zei. Diverse kasten. We hebben beneden hebben we een ruime berging van zo'n 6 vierkante meter. En daarnaast beschikt deze woning optioneel over een garage. Slaapkamer aan de achterzijde. Toegang tot balkon. Het is echt een ruim balkon. Een soort min of meer een hoekterras. En het leuke van deze woning is dat je eigenlijk de hele dag zon hebt. We hebben namelijk straks nog een balkon. We hebben in totaal 2 balkons. Plek om de jassen op te hangen voor de gasten. En een separaat toilet. Een zwevend toiletje. Nette tegel. Fonteintje in de hoek. Dat ziet er allemaal keurig netjes uit. Radiatoren vrij omtimmerd. Het is een behoorlijke woonkamer. Deze schommelstoel neemt een beetje veel ruimte in beslag. Maar het is echt wel een goede kamer. En het leuke van het appartement is dat ja, eigenlijk de hele dag zon hebt. Het begint hier aan de voorzijde. Dan komen we straks op het zijbalkon. En door de zijramen is het ook allemaal erg licht. Nou, misschien zoals je ziet op de video is dat het raam, dat is lek. We hebben een actieve vereniging van eigenaren. En de gehele voorzijde, de houten kozijnen, zullen binnenkort vervangen worden. Daar wordt ook een extra bijdrage binnen de vereniging van eigenaren
Ja, de maandbijdrage is vrij fors, maar dat heeft mede te maken met het feit dat alle kozijnen allemaal voorzien worden van dubbelglas. Er zit veel geld in de pot. En het onderhoud is dan ook uitstekend. En binnenkort gaat de renovatie van alle kozijnen plaatsvinden. Nou, woonkamer is voldoende groot. Nog een bergkast. Deur naar de slaapkamer. Maar voordat we dat naartoe gaan, we eerst eventjes naar de badkamer. We hebben te maken met blokvorming. Daardoor hangt er een boiler. Nou, dat is uiteraard een grote boiler. Het is echt een huis om eventueel met een groot gezin te kunnen wonen. En dan heb je veel warm water nodig. Plek voor de wasmachine, CQ-droger. Wastafel. En een lekkere inloopdouche. Grote regendouche. Nou, het ziet er allemaal keurig netjes uit. Ook op de vloeren, tegels. Gaan we naar slaapkamer 3. In dit geval in gebruik als muziekkamer. Ook weer vrij uitzicht. Winkelcentrum Waldek. Natuurlijk op loopafstand van het strand. En de woning is echt gelegen op de hoek. Beneden nog een binnentuin. Keuken. Grote inductiekookplaat. Afzuigkap. Oven, magnetron. En uiteraard is het appartement ook voorzien van een vaatwasser. Vanuit de keuken lopen we eigenlijk direct het grote terras op. En ze hebben heel handig. Vroeger moest je namelijk door een slaapkamer heen naar de andere slaapkamer. En ze hebben nu een wand geplaatst. Het ziet er een beetje raar uit, maar je hebt nog wat bergruimte. En dan kom je in de hoofdslaapkamer. Die is lekker ruim. Kat, die is heel nieuwsgierig. Die zit lekker op balkon. Dus aan de voorzijde hebben we een balkon. Dat is dus een ruim balkon. En hier heb je 's morgens de zon. En aan het einde van de dag, avond, heb je aan de achterzijde op het terras heb je zon. Nou, schijnt de zon te hard, dan kan je aan de ene kant in de schaduw zitten. Heel nieuwsgierig en hij is niet bang. Dus vandaar deze tussenruimte, waardoor je dus nu niet door de slaapkamer heen hoeft naar de andere slaapkamer. Ik zal jullie ook nog eventjes het achterbalkon laten zien. Die is echt lekker breed. De zomers heb je natuurlijk mooi groen uitzicht.
stoelen aan deze kant. En dus de grote bank aan de andere kant. En dat zit in hoekopstelling. We zitten precies in de hoek van het appartementengebouw. Beneden kan je parkeren. En het grote voordeel van dit appartement is dat je indien gewenst, optioneel, een garagebox erbij kunt krijgen. De garagebox is onder het gebouw. Die is zo'n 20 vierkante meter. Aan de voorzijde lijkt het dus altijd wat drukker met parkeren, maar hierachter kan je altijd prima parkeren. Goed, mijn naam is Armin Streekstra, ik ben van Diva Makelaars. Mocht u naar aanleiding van deze video de plattegronden, de 360 graden foto's die u allemaal op de website terug kunt vinden, mocht u naar aanleiding daarvan de woning willen bezichtigen, bel dan snel met kantoor 070-448-3160. Ik herhaal 070-448-3160. Bedankt voor het kijken. Wie weet, tot ziens.